catwalk tips geven voor de mensen die het willen leren. Sit tight and listen very well. Een van de belangrijkste dingen is dat je eigenlijk het gevoel moet hebben alsof je of iemand met een touwtje zo aan je trekt. Je moet jezelf super lang maken, dat is erg belangrijk. Want dan zie je, dan kom je veel zelfverzekerder over. Want als je zo gaat lopen, ja, dan denken mensen, alright, hoe dat? Je moet gewoon omhoog, gewoon schouders goed naar achteren en recht. Hoe je het beste kunt oefenen is op deze manier. Je pakt een boek, je hebt je hoofd neer. En dan moet je, want als je het op je hoofd wilt blijven hebben, moet je sowieso zo recht mogelijk. Nou ja, dan moet je zo dus leren, zo proberen te oefenen te lopen. Niet dat ik het ooit gedaan heb, maar ik weet dat het een hele goede tip is. Duik even in. Suck it in, darling. Wat doe jij? Oké, okay, wat doe je? Van blokjes beetje iets heb terwijl ik gewoon iets spart. Is dit blessed? Als je een goed lichaam wilt hebben, bestaat 70% uit gezond eten en 30% uit sporten. Dus als je gezond eet en niet spart, dan kom je al heel ver. Oké, ik heb dus een goed idee voor mijn volgende vlog. Want ik dacht, ik kan wel weer allemaal dingen laten zien wat ik doe in mijn leven en dingen. I give you an exclusive catwalk lessons by Margie, by the one and only. Tip wat heel belangrijk is dat je, ja, het is misschien raar, mensen vragen me altijd af, vragen altijd mij, waarom laag jij nooit op de runway? Maar wat wil je? Dat de kleren aan gaan doen van Saint Laurent of Celine of Chanel of whatever, net met een big smile. Nee, dat is niet de bedoeling. For some reason, high fashion is all about looking serious. Dus, belangrijk is dat je echt, wat ik altijd denk en zeg tegen meisjes, die voor het eerst proberen de catwalk te lopen. Wat belangrijk is dat je in je hoofd gewoon iemand die je echt gewoon niet mag in je hoofd hebt. En dan dat helemaal daarover na gaat denken. En dan die blik, zo moet je kijken. Dus super boos. Gewoon, if you look like you want to kill someone with your eyes. Wat ook een goede tip is om te doen, is op YouTube gewoon filmpjes opzoeken van verschillende shows voor meisjes die lopen. Want zo zie je een beetje hoe het werk gaat en alles. Heb ik ook veel moeten doen voor mijn agency toen. 6 jaar geleden. Maar uiteindelijk, mijn loopje is heel anders geworden dan alle andere loopjes. Wat ik vaak in mijn voordeel heb wel. Want ja, bijvoorbeeld Donatella Versace doet mij enorm vaak na. Dat wordt dat verteld. Volgens haar loop ik zo. Omdat ik een beetje scheef loop met één schouder. Dus dan ben ik gewoon mijn schouders een beetje scheef. Maar ja, ze zegt altijd, I love Marjan, because her walk is so funny. Dus soms, ik heb het gewoon in mijn voordeel. Normaal gesproken niet, maar ja. Last but not least, wat eigenlijk heel belangrijk is. Is dat je gewoon niet te veel moet nadenken als je loopt. Want als je te veel nadenkt, dan zit er heel geforceerd en stijfjes uit. En dan wordt het niet. Dus eigenlijk moet je proberen een beetje, ja, die tips gewoon in je hoofd te hebben en gewoon, oké, okay, ik loop niet normaal op straat, ik moet iets meer zo lopen, maar niet te overdreven. Je moet gewoon niet te veel nadenken, maar dat komt ook, ja, hoe meer je oefent, hoe beter het gaat.